een nieuwe weekvlog. Het is vandaag, het is niet maandag, het is dinsdag vandaag. En ik ben inmiddels lekker wakker. Ik sta bij de metro te wachten op de metro natuurlijk. Ik ga namelijk even lekker met Ash naar de Zuidplein. Lekker mijn ding doen, lekker shoppen. En ik zit echt helemaal onder de pukkels. Vreselijk. Ik heb ze al een beetje geprobeerd weg te werken, maar het is echt vreselijk. Oh my god. Dus ja, in ieder geval, ik stap zo de metro in. Over 8 minuten komt de metro. En dan ga ik lekker winkelen. Even lekker mijn gedachten opzij zetten. En een beetje graag niet van de vakantie. Goed, ik ben weer thuis. Ik heb niet heel veel geshopt. Wat ik wel heb gehad, en daar ben ik super blij mee. Dus Ash, als je dit kijkt, super, super, super bedankt. Ik heb deze tas van Ash gehad voor mijn verjaardag. Een vervroegd cadeautje. Heel erg leuk. Het is een rugzak en je kan hem ook aan de bovenkant vasthouden. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik heb zelf deze sleutelhanger erbij gekocht. Vond ik wel heel cool. En ik ben hier heel erg blij mee. Ik heb net mijn laptop erin proberen te proppen. Het past net niet. Echt net, maar dan ook net niet op zo'n stukje na. Heel erg jammer. Maar daar valt ook wel weer wat op te verzinnen. Dus dat heb ik van Ash gehad, waar ik heel erg blij mee ben. Super, 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 super. Wat ik zelf heb gekocht is het groene topje. Gewoon even topje. Heb ik ook in deze kleur gehaald. Ik ben hier even alleen het kaartje aan het afhalen. Dus die heb ik gehad. Dan heb ik dit roze shirtje gehaald. Dus een topje. Ik vond hem super, super leuk. Dus die heb ik ook gehaald. En dan heb ik deze gehaald. En deze heb ik nog niet gepast. En dat wil ik nu wel even gauw gaan doen. Even goed proberen te doen. Juist, kijk. Dit is een shirtje. Maar aan de voorkant heeft dit touwtjes. Dus ik wil hem hier even over aandoen. En kijken hoe het zit. Hij lijkt mij gewoon heel erg leuk. Ik vind hem echt heel erg cool. Dus, en het is trouwens ook leuk te combineren met zo'n gekleurd topje. Dus dat heb ik nu allemaal gekocht. Dat was eigenlijk alles. Verder heb ik niet heel veel. Ik hou de topje lekker aan, want ik heb het heel erg warm. En ja. Ik ga even beneden opruimen. En mijn kamer zou ook opruimen, want het is hier echt een rommel. Echt een hele grote rommel. Dus dat is alles wat ik vandaag heb gedaan en gekocht. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en ik ben aangekleed. Of nee, ik ben helemaal niet aangekleed. Zie je, ik zei dat het zo'n standaard ding was wat ik zei. Ik ben wakker en nog lang niet aangekleed. Mijn moeder is net weg, die sportte. En ik ben wakker, maar daar is ook echt alles mee gezegd. Ik ben aangekleed. Ik heb mijn super grote oversized Sanne hoodie aan en deze lekkere joggingsbroek. Ik sta op het punt om nu lekker pannenkoekjes te gaan maken met een banaantje, een eitje. En ik zit te denken om er vandaag een keertje cacao poeder doorheen te doen. Dus. Los. Yes, got it. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga lekker pannenkoeken maken. Let's go. Goed. Ben ik klaar? Goed, ik voel me in één keer helemaal niet zo lekker. Dus ik ben heel even gaan liggen in het grote bed van mijn ouders. Tweepersoonsbed. Ik ga naar beneden. Ik wil even wat eten. Waarschijnlijk ook een bak koffie drinken. Want ik ben zo moe als ik weet niet wat. En ik moet de dochter ook nog bellen. Ik wil namelijk mijn bloed weer laten checken. Op bloedarmoede of vitamine tekort of weet ik het wat. Want die moeheid gaat gewoon niet weg. Het kan of inderdaad nog steeds van die pil komen. Of het is iets anders. Maar ik wil het wel laten checken. Want ik heb geen zin om de hele vakantie doodmoe aan alles mee te gaan doen. Dus wat ik nu ga doen is ik ga in ieder geval even lekker eten. En zometeen ook niet vergeten de dokter te bellen voor volgende week. En anders kan ik morgen ook altijd nog wel even bellen.
Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik heb te horen gekregen dat ik mijn opdracht die ik nog moet doen, wordt volgende week dinsdag. Dus dat betekent dat ik vandaag en morgen niks te doen heb. Dus wat ben ik nu aan het doen? Ik ben nu lekker onderweg naar Hellevoet. Ik ga eerst kijken hoe lang ik erover doe naar mijn stage met de bus. En daarna ga ik door naar het winkelcentrum in Hellevoet. En dan gaan we even lekker hangen en niet zo heel veel doen, denk ik, maar wel even langs. En Ashley gaat ook gezellig mee, dus ik hoef niet alleen. Dat is wel gezellig. Ik weet ook niet wat we daar gaan doen. We kunnen altijd nog zeggen van we pakken de bus door naar Oranje, dat we even naar het strand gaan. Ik weet het niet, geen flauw idee. Ik weet ook niet of zij de rest van de dag nog plannen, heb ik niet. Dus ja, in ieder geval, ik heb mijn nieuwe rugtas bij. Super blij mee overigens. En op naar Hellevoet met de bus. Ik ben heel benieuwd hoe lang ik er überhaupt over ga doen elke ochtend. En ik ben wakker. Ik was thuis gekomen en ik was zo kapot van de hele dag. Ik was vanmorgen 7:30 op. Ik ben weggegaan, volgens thuis gekomen. Ik heb weer ook dingen gedaan. Ik was kapot. Dus wat heb ik gedaan? Om 4:15 ben ik naar boven gegaan. Toen heb ik tot 4:15 een filmpje gekeken. En het is nu 4:45. Dus ik heb heel even een half uurtje schijnbaar mijn ogen dicht gedaan. Zonder dat ik het door had. En ik ga nu lekker het avondeten doen. Lekker pasta maken met gehakt en tomatensaus, basilicum en pasta natuurlijk. Dus we gaan het zien. Goed, het is inmiddels een behoorlijk tijd later. De video's zijn geëdit en ja, zo goed als af. Ik ga eens lekker slapen. Het is 10:30 geweest nu. Het is 10:50. Ik ben heel moe. Ik ga lekker slapen. Lekker mijn rust pakken. Morgen denk ik niet heel veel doen. Ik weet eigenlijk niet wat ik morgen ga doen. Dus dat gaan we eigenlijk morgen zien. Misschien dat ik morgen maar lekker mijn gemak ga houden. Morgen ga ik wel even stofzuigen en moppen hier in de kamer. En verder weet ik het eigenlijk niet. We gaan het allemaal zien. Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Dat betekent alweer de laatste dag van deze week vlog. Morgen, oftewel zaterdag, ga ik waarschijnlijk niet vloggen. Ik heb ook geen plannen om morgen, maar zondag ga ik namelijk naar het Blijdorp. En heel eerlijk, ik weet niet of jullie het vervelend vinden, maar het bevalt mij heel erg om met mijn mobiel te vloggen. Ik weet niet waarom, maar het bevalt wel heel erg. Waarschijnlijk wil ik zaterdag toch wel met mijn camera gaan, of zondag toch wel met mijn camera gaan vloggen. Maar we gaan even kijken hoe dat gaat. Maar het is voor mij gewoon makkelijk, omdat ik mijn mobiel natuurlijk altijd bij heb. Maar we gaan zien hoe dat gaat lopen. Ik heb net even lekker ontbeten en ik ga nu even video's kijken. Video's editen. Misschien vanmiddag nog een video opnemen. Dat is misschien ook wel een leuk idee. En verder weet ik eigenlijk niet wat ik ga doen vandaag. Ik denk lekker me ook wel gemak houden. Het is nu 10:50. Dus het is even kijken hoe en wat. Ja. Dus ik wil wel sowieso de weekvlog eindigen hier. Zodat ik hem zo meteen kan gaan editen. En ik ben heel verkouden. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal aan. Dan moet ik het wel goed doen die kant als het goed is. En kijk mijn vorige video terug aan die kant. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doeg! Lightning and the thunder.